Goedemorgen. Nou ja, het is trouwens 1:05. Alleen Jasmijn en ik zijn in Den Haag. Yippie! Want we gaan dus vandaag ontbijten. Oh, er staat echt veel wind. Ik hoop dat jullie me wel horen. Maar we gaan ontbijten bij Lodge Restaurant. Kapot leuk, want hadden me een TikTok gestuurd of ik bij hun gratis wilde eten. En wat is dat voor vraag? Like, obviously wil ik gratis ergens eten. Dus we zijn helemaal on our way. We moesten letterlijk 2 uur reizen. Besef hoe dedicated we zijn voor gratis eten. Dus ik ben met ons mee. Echt ook Nederlanders. Ja, altijd. Dus ja, ik zie jullie daar. Ik heb er echt zin in. En onze trein was uitgevallen, dus we zijn wel een beetje te laat. Echt mega tokkie, maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, ik gil. Oh ja, ik moet mijn oorbellen nog in doen. Maar ik zie jullie als ik daar ben. Ik heb er zoveel zin in. Want... Excuse me. Het is een soort ontbijtmenu. Dus dan krijgen we gewoon allemaal eten op onze tafel. Dus we mogen ook niet zelf kiezen. Dus dat is wel echt leuk. Gaan we weer nieuwe dingetjes proberen en zo. En wij hebben heel veel honger. We hebben zoveel honger. We hebben allebei nog niks gegeten. Het is dus 1:05. Dus wij zijn aan het uitsterven. Mijn buik rammelt echt zoveel. Loopt dat er weg? Ik snap het niet. What the fuck? Waarom zijn hier ook allemaal goed? Waarom zijn er ook allemaal studenten of zo? Ja. Nee, we moeten gewoon echt door. Op de weg of zo. Waarom niet daar een auto? Nee, want ik snap het niet. Oh, wacht, nee, we moeten denk ik zo. Ja? Ja, kijk. Waarom is hier zo druk? Hogeschool. Oh, vandaar dat er allemaal studenten of zo zijn. Anyways, wij zijn lekker on our way. We moeten nog 5 minuutjes lopen en dan zijn we er. En we hebben al... Ja. En we... Ja, Jasmijn had gevonden. Maar we hebben al een plekje waar we gaan eten straks. Oh, ik heb daar zoveel zin in. Ze hebben dus truffelpasta op het menu staan. En ik heb daar al zo lang zin in. Dus die gaan we lekker eten. Of nou ja, in ieder geval ik. En ja, dan zie ik jullie zo meteen. Wij gaan lekker lopen en kijken hoe groen. Dus dat is leuk. Kunnen we lekker... Hi. Hoi. Lopen bij zo'n... Ja, vind ik gewoon vibes. Vind ik leuker dan de saaie weg. Dit is slee. Ik zie jullie zo. Bye. Het is leuk, ja. Wow, wat een leuk gebouw ook. Helemaal zo metallic. Wauw. I love it. Dit zou maar je schoolgebouw zijn. Ja, wat een flex. Maar waarom heeft hij geen ramen of zo? Oh, daar wel. Oh my god, girls, eten is er. Jullie gaan niet geloven hoeveel eten er op tafel staat. Ik ben letterlijk alleen met Jasmijn. Are we seeing this? This is crazy. Dit is letterlijk... We weten gewoon niet waar we moeten beginnen. We zijn helemaal overweldigd. Anyways. Mega lekker. Wij gaan lekker eten. Kijk die pancakes. We zagen al op Insta dat ze die hadden. En we dachten van we moeten die. En nu hebben we ze. Kijk hoe lekker. Oh my god. Oké, girls. Dit is de after. Wij ontploffen letterlijk. Maar even. Wij gingen echt lachen toen we gingen zitten, omdat het gewoon een tafel voor 6 personen is. Maar nu snap ik wel waarom, want hij staat letterlijk vol. Maar ik weet niet of ik het laat zien. Maar kijk hoe leuk het uitzicht. Echt zo slee. Anyways, wij zitten zo vol. Ik ben gewoon misselijk ervan. Oh, wat slee. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ah, thanks. Ja. Oh, die complimentjes voor jou. Ja. Je moet het doen, hè? Inderdaad, jongen, jongen. Jongens, het is 4:50. En we hebben nu Turkse thee. Wat een Turkse koffie. Ja. Kijk hoe leuk die schoteltjes zijn. I love it. Oh, kijk, mijn is schoon. Die van jou heeft gelekt. Ja. Wil je het gelijk deze testen? Oh ja, is goed. Dat heet dus alleen. Cheers, ik denk het ook. Hij heeft een klein beetje suiker in gedaan. Oeh, heel heet. Oh, je slurpt het. Brand je nu niet je mond? Ik heb echt een heel klein beetje. Geeft wel wat. Oeh, het is lekker. Ja. Vooral omdat we zoveel zoet hebben gehad. En dit is dan even zo... Maar het is wel heel warm. Oh, maar het is... Ik vind het helemaal niet zo bitter. Nee, ik had wel bitter verwacht. Maar ik heb nog nooit zwarte koffie gedronken eigenlijk. Maar ik weet ook niet eens hoe dat eigenlijk wel smaakt. Misschien vind ik dat ook wel gewoon lekker. Ik weet het zelf, maar... Oh. Anyways, we zitten nu buiten. Nou ja, een soort van... Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is dan onze tafel. En hier is dan dit. Oh, dit is zo'n mooi uitzicht, girls. Ik weet niet. Ik weet ook niet of jullie het misschien al hoorden, maar die achtergrondmuziek hier is zo chill. Ik ben letterlijk obsessed. Alleen wij wonen echt 3 jaar reizen hier vandaan. Anders waren we hier echt elke dag, want ik vind het zo leuk. Maar kijk, we zijn dus nu verplaatst hier naartoe. En daar zit dus een super groot aquarium. Super slee. Maar alles hier is gewoon een soort van perfect. Ik kan niet uitleggen. Ook dit. Kijk hoe leuk dit is. I don't know.
I love it. En Jasmijn loves it. We love it. We will be back. Maar ja, in ieder geval. Oh ja, we hebben ook nog koekjes gekregen. Want wij wisten dit dus niet. Maar na dat eten wat we net allemaal nog op tafel hadden, kwam dus nog een toetje. Maar super lief. Ze hadden door dat we vol zaten. Dus we hebben een to-go gekregen. Het is ook echt een grote doos. Ja, oh nee, maar dan gaan we zometeen wat eens testen. Ja, sowieso. Maar ja, in ieder geval gaan we nu nog even dit opdrinken. En kijken hoe leuk. We hebben een shortje. Nee, grapje. Wodka. Yummy. Ik heb net echt wel namelijk mijn tong verbrand. Ik weet niet hoe jij dat niet hebt gedaan, maar ja. Zullen we een koekje thee testen? Oh ja, is goed. Oh wacht, ik moet wel even filmen voor TikTok. Dat heb ik nog niet gedaan. Moet ik dit erbij hebben dan? Ja. Waarom lijkt het alsof er een soort vulling in zit? Of is dat niet zo? Dit is het koekje. Als, elke keer als ik beweeg, dan krijgt hij bang. Dan lijkt het echt alsof van me af te ruften. Ja? Of niet? Nee, het is gewoon in de koekje. Oh. Pistache. Mmm. Ik ga maar heel veel. Oh, ik vind het echt lekker. Ik ook. Ook al hebben we al zoveel gegeten. Oh, echt lekker. Maar ja, in ieder geval, wij gaan nog even chillen hier. Oh ja, en ik vroeg net of Jasmijn foto's wilde maken voor mijn Insta. Dus dat gaan we ook nog doen. En dan zie ik jullie zometeen. Jasmijn en ik gaan stuk, want er is hier dus een aquarium. En kijk hoe mooi. Er zitten echt zoveel vissen in, maar het is echt prachtig. Maar oké, let op. Kijk, alle vissen zijn nu hier, right? Waar ik ben. Oké, besties, ze zijn allemaal hier bij mij. Ik ben hun mama. En Jasmijn gaat nu daarheen en dan gaat ze laten zien. Oh nee, nu volgen ze jou. Kijk. Misschien volgen ze de camera. Ze willen vee. Ze willen vee. Kom maar, ja daar komen ze hoor. Ja daar komen ze hoor. Maar elke keer denk ik dat ik ze allemaal heb gezien. Kijk die. En dan komen er meer. Alsof ze eruit willen. Ze zeggen help. Jasmijn, kijk die. Ze zeggen help. Hij zegt echt help. Zoals. Oh my god. Daarboven zitten ook nog een paar. Oh my god. Ik zweer, hij zegt help. Get me out of here. Let me out. I'm a star. Please. Help. Hoe gaat die TikTok sound? Help. Help me. Help. Maar wat zijn die... Ik vind die wel mooi. Kijk nou. Oh, hij zwemt hier ook tegenaan. Zo van... Yo, waarom zit die help. Vast? Ja. Echt mooi. Help. Help me. Ze heeft zoiets in je huis of zo. Ik vind deze... Ja, veel meer. Oh my god. Deze lijkt niet eens echt gewoon. Ik geel. Anyways. Jasmijn en ik zijn hier foto's aan het maken. Kijk, film dit. Nou, hij stond. Oh nee. Hij ging helemaal... Ik geel. Kijk, dat is net grappig. Kijk, maar kijk, waarom doen sommigen dat? Ik snap dit niet. Misschien met de seizoentjes. Kissy kiss. Laat me niet aan Dylan zien. Hij zegt help. Help me. Nee, maar hij verplaatst zichzelf door zijn mond te bewegen. Zit hij vast? Is dit nog een extra rand of zo? Er zit nog een glazen rand in. Help. Help. Help me. Wat hangt er aan hem? Is hij aan het vallen of zo? Aan wie? Zijn dat vissen eitjes wat er uit hem komt? Oh my god, zou dat... Wat is dat poep? Meen je toch best poep toch? Stinkje poepie. Ik vind het echt interessant. Ik ook. Nou girls, we zijn eindelijk weg. Wij waren daar zo lang, het is letterlijk 4:30. Ja, het is echt crazy, maar het was zo leuk. En de vibes waren gewoon aan. Dus we waren nog gebleven, maar kijk hoe mooi. We zijn nu aan het lopen. Het is gewoon crazy. En we lopen nu gewoon langs Bambi's. Oh, een damhert. Wat is in godsnaam een damhert? Ik dacht dat dit gewoon Bambi's waren. Hoi Bambi's. Kijk nou. Wauw. Kijk ze chillen. Letterlijk chillen. Lol. Ik kijk allemaal zo. Ja. For real, ga ernaast liggen. Ja, het is goed. Wauw. They're living the life, man. Waarom is daar een huis? Denk je dat ze daar slapen? Oh my god. Oh, politie. Hier girls, we zijn in de Primark en ik heb deze jas aan. En ik vind hem dus eigenlijk wel een soort vibe, maar ik weet niet zo goed.
Want hi, hier zit wel zo'n stiek en dan gaat dit zo naar voren staan. Hoi. Oh, dit is cute. Name. Hij is leuk. Hij is leuk, ja. Ja, maar nu ik het in de camera zie, vind ik dit wel weer heel lelijk. Het is wel ploffig ook. Ja, dus dan weet ik niet. Maar ik had sowieso gezegd, niet meer dan 30 euro. Dus we gaan even kijken hoe duur die is. Benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja. 28. Ooh. Ik zei niet meer dan 30. Maar ik weet het eigenlijk alsnog niet. Ik vind het lastig, omdat ik heb altijd de trui aan. Alleen let ik vandaag niet. Want ik wist gewoon ook, gaan we deze toch niet uit doen, weet je wel. Ja. Yeah. Dus dan... Girls, ik had dus zo'n muts gepakt, want ik vind het dus heel slee. Ik heb er thuis ook één, maar dan in het crème. Maar ik draag hem nooit. Ik heb hem al 2 seizoenen. Maar nu dacht ik, weet je... Ik probeer hem ook in het grijs, maar dit staat mij gewoon niet eens. Ik weet niet hoe dit leuk is bij andere mensen, maar dit is bij mij echt niet leuk. What the fuck? Ik lijk op een alien. Anyways. Dat is best wel sad. Nou girls, we zijn uit Primark. En ik heb al die kleding niet gekocht, maar ik heb wel deze tas gekocht. Want ik heb deze al in het panter en ik neem hem echt overal mee naartoe. Het is letterlijk de perfecte formaat tas. En hij zit zo mooi. Past overal bij, past alles in. En alsnog vind ik hem wel heel slee, zeg maar. En die hadden ze ook in het zilver. Maar hij stond leuker bij deze outfit. Dus ik heb hem gewoon mijn tas erin gedaan, zeg maar. En nu... gebruik ik deze als tas. Mega slee, echt blij mee. Perfecte tas, ever. Nice, letterlijk 16 euro. Maar ja, nu gaan we naar de Hema, want Jasmijn is uit de panty gescheurd. En... uitgescheurd nog wel. Hoe noem jij dat dan? Het is Jasmijn... een haal. Oh, er zit een haal aan Jasmijn de panty. Ja, ik heb het niet gezien, ik weet niet. Hier. Oh ja. En ja. Zie ik jullie daarna weer. Hey girls, we zijn nu in Hoge Catharijne. We zijn dus van Den Haag naar Utrecht gegaan, zodat we gewoon iets dichter bij huis zijn. En dan gaan we hier lekker sushi eten en ik heb er zoveel zin in. En wij zijn fatties, alsof we vandaag nog niet genoeg hebben gegeten. We gaan naar een all you can eat, om onze buik nog meer te vullen. Het is nu... Het is nu 8:10 en we komen net met de trein aan. En ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. Oh ja, we gaan dus eten. Maar het was echt een grap, want wij liepen naar het station in Den Haag. En ik zei tegen Jasmijn van iets over de OV-kaart. En Jasmijn zegt ineens... Oh my god, mag ik het trouwens vertellen? Of denk je dat jij dat aan jou gaat vertellen? Oh, dat maakt uit. Oh, oké. Okay. Dus, en Jasmijn zegt ineens van... Oh my god, ik kan mijn OV niet vinden. Ik kan mijn OV niet vinden. En wij was dus van, oké, okay, goed zoeken. Dus zij goed gezocht. Wij terug naar de Hema, want daar had ze ook wel dingen gekocht. Wij dachten, nou, misschien is daar de jaszak gevallen. Wij komen bij de Hema, niks. Ineens in de Hema komt Jasmijn haar nummer op. Ik zei echt tegen Jasmijn van, jammer Jasmijn, dit is jouw nummer. Ik heb gewoon het gevoel dat hij hier echt moet liggen. Maar ja, nog steeds niet gevonden. Vervolgens loop ik dus nog steeds in de Hema. Er loopt iemand langs mij. En precies op het moment dat ze langs mij loopt, zegt ze gewoon van, ja, maar je zoekt niet goed genoeg. Want ze was aan het bellen met iemand. Precies dat zei ze, ja, maar je zoekt niet goed genoeg. En ik dacht echt, this is a sign. The signs are signing. Maar ja, uiteindelijk dacht hij niet in de Hema. Wij dachten, oké, we gaan naar de Primark. En toen, na een beetje navragen, een beetje wachten en een beetje nog meer wachten, hadden ze me dus gevonden bij de Primark. Dus Jasmijn en ik waren zo blij. Nou ja, dat zijn we nog steeds. Maar ja, in ieder geval, nu gaan we lekker sushi eten en ik heb er echt zoveel zin in. Oh, want die kaart ziet er zo lekker uit. En ze hebben ook cocktails. Ik hou van cocktails. Echt yummy. Ja, wordt echt super yummy. En het is nu... het is nu... Nog 6 minuten lopen en we zien jullie daar. Ik heb er echt, echt zoveel zin in. I can't. Kijk hoe licht hier is. Ik ga stuk. Cray cray. Dus mij zei net van, oh my god, het klinkt echt raar van waarom is er zoveel stress om een OV-kaart. Maar dat komt omdat Jasmijn de vader werkt bij de NS. Dus Jasmijn heeft zo'n businesscard dat je gratis kan reizen met de trein. En ze is er al, hoeveel ben je nou kwijtgeraakt? Twee kwijt. En dit was echt de laatste, want die van haar zusjes ook verlopen. Ook ben je echt volgens aan het filmen, sorry. Anyways. Geef dus me mijn fame. Geef me mijn fame. Jongens, volg me. Dit had je gedaan in die Coapa vlog. Dat we een shortje gingen doen bij Xero. Ja. En ja, ik weet niet meer wat ik ging zeggen. Oh mijn god, kijk hoe leuk. Ze hebben hier helemaal de kerstverlichting al hangen. Nee, want I love. Dat is leuk, man. Kerstballetje. Ik love het. Ja, bal. Hij wil alleen die scherp stellen. Ja. Maar. Nou, ik weet helemaal niet meer wat ik aan het zeggen was. Toch bij de bike. Oh ja. Haar ouders hadden er echt afgemaakt. Ik zou het even. Als ze die kaart was kwijtgeraakt. Dus we waren zo extra blij dat ze hem vonden. Ze ook 10 euro betalen om naar huis te komen. Dat ook inderdaad. De druppel. Dat was echt de druppel. Maar ja, nu nog 4 minuten lopen en ik zie jullie lekker als we gaan eten. Ik heb er echt zoveel zin in. Je zou het bijna niet kunnen voorstellen na alles wat we vandaag gegeten hebben. Maar ik heb er echt heel veel zin in.
Jippie! Girls, we zitten al, maar de eerste ronde is al helemaal opgegeten, zoals je kan zien aan de bonen. Het is ook gewoon al weg. En de tweede ronde staat hier. En dit is zalm met truffelsaus, met avocado en hoe noem je dat ook weer? Krab. Mega lekker. En we hadden net zo'n bolletje met geflambeerde zalm. En die gaan we nu nog een keer bestellen. Of nou ja, die hebben we nu nog een keer besteld. Want die was zo lekker. Sloeg echt nergens op. En we hadden makis met komkommer. En we hadden dus edamame bonen. En we hadden nog zo'n rol met gefrituurde garnaal. Kapot lekker. En we hebben ook cocktails besteld. Maar die zijn er nog steeds niet. Dus dat is minder. Maar ja, dit licht is echt heftig. Anyway, dat is zo lekker. Het is nu 7:30. Oh, nog een uur. Ja. Want de keuken gaat om 9:30 dicht, maar ja, wij willen toch ook naar huis. Dus dat is mooi. Maar wij gaan lekker eten. Girls, onze cocktails zijn er. En ik heb hier een fucking grote cocktail. Hij is echt groot. Met lychee. En ik hou van lychee, maar het is dus ook met watermeloenlikeur. En ik hou eigenlijk niet van watermeloenen, snoepjes of drinken. Maar ze hadden ook geen andere lekkere opties. Dus ik dacht, het gaat gewoon op water. Dus we gaan hem meteen testen. Oké. Okay. Ja. In eerste instantie is die lychee overheersender. Dan denk ik, oh lekker. Maar daarna komt die watermeloen smaak. En dan denk ik, dus ik weet het niet goed. Maar ik zou hem wel op kunnen drinken. Maar ik zou hem misschien niet per se nog voor bestellen. Hoe is die van jou? Lekker, is dat goed? Ja, kom. Wil jij dit proeven? Wil jij dit proeven? Ja. Wil je erbij? Want hij gaat echt overstromen. Lekker. Ja? Nee, als je nog zoveel, let me know. Anyways, hij is wel pretty en er zit ook een lychee in. Jullie zien het niet. Maar dat witte is een lychee. En ik hou van lychees. Ik hoop ook echt dat ze die op het toetje hebben hier. Want dan ga ik die bestellen. Maar ja, in ieder geval, ik zie jullie bij de volgende ronde. Nou girls, we hebben nu gyoza en een gefrituurde rol. En nog een keer deze geflambeerde zalm. En die is zo lekker. En ja, dat is het. Slee. Oké girls, we hadden net nog wat sushi. Nog een keer die met truffel, want die was gewoon zo lekker. En hier nog een soort rainbow. Hier is wat kip. En dit zijn garnalenkroketjes. En ondertussen zijn we truth or dare aan het doen. Is dat slee? Leuk! Jongens, volgens mij zegt ik ga mijn lippen bijwerken. Zit een hele make-up tutorial te doen hier. Wat een type. Helemaal er oogschaduw, oogliner. Hoe noem je dat? Hij ligt onder je stoel. Iets verder naar achter, ja. Ja, ik doe gewoon mijn schoenen uit. Want ik wil zeg maar zo. Ja, ik wil op mijn been zitten. Als ik dan eens. Ja, dat was het. Anyways, we zijn nu een TikTok aan het maken met Take a Shot and Make a TikTok, bitch. Want we hebben dit besteld en dat kan je dan dus shotten. Dat is zo lekker. Ja, en we hebben ook nog sushi besteld. Helemaal yummy. Want het was de laatste ronde. En we hebben letterlijk nog 7 dingen besteld. En ook nog allebei een cocktail. En we hebben nog 40 minuten. En we moeten ook nog die fles opshotten. Slee! Oh, maar die kunnen we ook meenemen. Ja, die kunnen we letterlijk meenemen. Oké, ja. Slee. Oké, nou ja, anyways, dat is onze update. Mijn cocktail is bijna op, dus ik moet even doordrinken voordat die andere al is. Ik wou nog wat slokje aan. Ja, dat mag. Ja? Ja. Slee. Ik zie jullie zo. Jongens. Lekker een stukje nemen. Ja. Wat is dit? Dat is die gefrituurde, die garnaal. Lijkt op kip, man. Nee, het is echt garnaal. Ik geloof je. Ja. Gaat ze ook nog de haar borstelen? Let the girl live. Ga ik huilen. Uw, dat licht zet me echt niet goed. Holy shit, ik ga hem iets verder wegzetten. Dat is echt niet best. Oh mijn wees. Dat licht is echt heel lelijk. Oké. Okay. Beter? Nee, maar nu ben ik verder weg, dus dan valt het minder. Oké, okay. En nu ben jij. Oké. Okay. Ja, gaat het goed? Oké, dan. Eeuw, hij is veel roder. Ik denk dat er veel meer watermeloen in zit. Waarom is het weer bij mij gegroeid? Zie je die hele glas? Glas! Jongens, het is op mijn beurt. Heb je nou die halve shot genomen? Wow, dat heb je snel gedaan! Oké, okay, slee. Oh, oké. Okay. Ja, omdat ik die timer deed, hè?
Oké. Nou, zal ik dan nu even eten filmen voor mijn TikTok? Jongens, ja. We hebben een nieuwe ronde. Nog een keer de gefrituurde. We hebben garnalen gefrituurd. En hier garnalen knoflook. Wat vond je eigenlijk wel? Was het lekker? Ja, wel lekker. Oké, maar slim. Het was heel warm voor. Oh, oké. En we hebben onze drankjes. Oh, en we hebben nog die sushi. Had ik dat al laten zien? Super lekker. En dit was wel alles. Dus nu kunnen we lekker eten. We hebben nog een half uurtje, denk ik. En dan moeten we alweer naar de Trina. Girls, zoals mij en ik zijn dus truth or dare aan doen. En er zitten dus meiden naast ons. En ik ging net foto's maken van Jasmijn, want dat is leuk. Maar met flits, gewoon met echt mijn camera, zeg maar. In plaats van gewoon met mijn telefoon, echt met mijn camera, met flits. En een van die chickies zegt gewoon, oh my god, they're taking pictures. En nu zijn we dus truth or dare aan het doen. En nu zegt Jasmijn, I dare you, om aan een van die meiden te vragen of ze een foto van ons willen maken. En het is zo fucking ongemakkelijk. Ik wil. Dus ik ben aan het huilen. En nog harder aan het huilen. Ja, maar deze sturen meid gaat het doen. Ja, maar dat zijn ook niet de meiden die het dichtst bij ons zitten. Dus het zou gewoon geen sens maken om het aan hun te vragen. Ik kan hun vragen, ik denk dat het moeite is, hè. Ja, dat is echt awkward. Nee. Oh my god, ik huil. Also girls, mijn vorige dare was om dat bakje met zout op de mensen naast ons hun tafel te zetten. Dat was ook een beetje awkward. Maar ja. Dat deed ik super goed. Dat deed ik super goed. Wauw. Girls, ik ben thuis en ik ben nu baklava aan het eten. Die we nog hadden meegekregen van het restaurant waar we vanochtend mochten ontbijten. En dit is zo lekkere baklava. Like, ik heb veel baklava gegeten in mijn leven. En dit is gewoon echt... Holy shit, zo lekker. En jullie willen niet eens weten hoe vol ik zit van die sushi die we net hebben gegeten. Maar het feit dat dit zo lekker is... Oh my god. Echt insane. En ik heb hier Jasmijn er stuk in gedaan. Besef hoe groot dit is. En besef hoeveel ik ervan gegeten heb. Ik kon gewoon niet stoppen. Kijk, om eerlijk te zijn zou ik dit nog steeds kunnen opeten. Maar ik denk, no, is het zoveel. Morgen is het oprecht lekkerder. Dus ik ga dit bewaren voor morgen. Als toetje. Ik ben dus nu alleen thuis. Dus morgen moet ik weer koken voor mezelf. En dit gaat echt het lekkerste toetje ooit zijn. Dus ik ga hem bewaren. En nu ga ik slapen. Het is 10:50. Ik kom net thuis. En... Het was zo leuk in Utrecht, maar ik ga nu even lekker mijn skincare doen, want ik moet morgen 7:15 opstaan. Dus als ik over 4 minuten zou slapen, heb ik 8 uur slaap. Maar dat ga ik natuurlijk sowieso niet halen, want ik moet nog helemaal mijn make-up afhalen, mijn skincare doen, mijn pyjama's aan. Niet ik die vanochtend een was in de wasmachine had gedaan, maar ik al wegging voordat hij klaar was. Dus nu moet ik hem nog in de droger doen. Oopsie floopsie. I'm just a girl. Ik wil later echt op mijn droger. Onder mijn wasmachine zit, want het lijkt me zo efficiënter. Omdat, ik weet niet hoe jullie dit doen, maar als ik was uit de wasmachine pluk, om het over te doen naar die andere, stel ik pak gewoon een handdoek. Er komt altijd een random sok of onderbroek of zo mee. Of een doekje, zoals nu. En dan valt het op de grond. En dan vind ik hem al niet meer schoon. Snap je wat ik bedoel? En dan denk ik echt, damn, dit kan zoveel handiger. Maar ik denk, Noah, waarom ging je vanochtend de wasmachine aanzetten als je wist dat wanneer je thuis kwam, dat als je weg moest, dat hij nog niet klaar was. Het enige antwoord is, de schoonmaakster zou morgen komen. Dus er zat zo'n ding in waarmee ze schoonmaakt. Dus ik had geen keus. Maar nu komt ze dus blijkbaar donderdag. Oh my god, girls. Ik had jullie trouwens helemaal niet meer verteld over die dare. Maar Jasmijn en ik waren dus truth or dare aan doen. Ja, echt kapot leuk. Maar ik ging foto's maken van Jasmijn, want dat vinden we gewoon leuk. Right? We vallen er niemand mee lastig. We zetten niemand anders op de foto. Wij vinden het gewoon leuk om op de foto te gaan. Dus wij maken foto's. Dus ik ben gewoon foto's aan het maken van Jasmijn. Met mijn camera. Dus met mijn flits. En die meiden naast ons. Maar ik hoor gewoon dat meisje zeggen van... Oh my god. They're taking pictures. Maar echt zo judgmental. Gewoon echt. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Gewoon echt zo judgmental. En er zat nog een hele tafel en een opstap tussen ons. Besef dat ze het zo hard zei. Dat wij het helemaal daar hoorden. En het was gewoon zo droog. Like, shut up.
laat ons foto's maken. Lijkt alsof je nog nooit iemand een foto hebt zien maken. Maar oké. Okay. Dus vervolgens waren Jasmijn en ik weer verder met ons leven. En we deden dus truth or dare. En ik zei dare. En Jasmijn zegt tegen mij van I dare you om naar een van die meiden toe te lopen. En te vragen of hun een foto van ons willen maken. En ik dacht echt, oh mijn god, hoe verzint zij dit überhaupt? Maar ja, als ik een dare doe, dan wil ik hem gewoon doen, snap je? En vooral als het zoiets is, want het was niet heftig. Het was ook niet alsof ik andere mensen er echt mee moest lastigvallen. Ja, ik moest vragen of ze een foto wilden maken, maar ja, op zich is het kleine moeite en je kan ook gewoon nee zeggen. Maar het was zo grappig. Dus ik moest even al mijn moed bij elkaar verzamelen, dat hadden jullie natuurlijk gezien. En ik loop naar hem toe, ik zeg, oh my god, that's one of your mates taking a picture of us, bla bla. En eerst zei de meisje van, oh ja, ik doe het wel, is goed, weet je wel. En toen zei ze van, oh, you should do it, you're better at it, bla bla. En dat was zo grappig, want ik draai me dus om een foto te maken. Want zij liep dan achter mij aan, weet je wel, om die foto te maken met mijn telefoon. En ik hoor Jasmijn gewoon alleen maar zeggen, oh my god, no, je moet kijken. Ze kijken dus zo judgmental naar elkaar. Dus we waren gewoon echt met z'n drieën zo naar elkaar aan het kijken van, oh my god, what the fuck is hun probleem? Maar oh my god, dat maakt het gewoon extra grappig. Want weet je wat ik bedoel? Like, waarom maak je zoveel zorgen om het feit dat wij een foto wilden maken? Like, snap wat ik bedoel? Van, mind your business. Like, ten eerste, we vallen er niemand mee lastig. Ten tweede, het is een foto. Like, ik zeg echt tegen Jasmijn, hun deden echt alsof wij daar op de tafel zaten te poepen. En daarna met onze blote voeten er doorheen liepen of zo. Snap wat ik bedoel? Like, ze deden echt alsof het zoiets heftigs was. Gewoon echt zo heftig. Terwijl we waren letterlijk gewoon een foto aan maken. En we deden niet eens echt veel. Kijk, soms kan ik echt heel veel foto's maken. En dan snap ik echt wel eens mensen dat een beetje misschien apart vinden. Maar we waren echt bij de tweede foto. En hun kwamen ineens met, oh my god, they're taking pictures. En wij dachten echt, oh my god. Dus het was gewoon zo'n grappige experience. Maar ja, in ieder geval, ik vond het echt leuk. Het was zo'n leuke dag met Jasmijn. Het was zo gezellig. We gaan absoluut nog een keer terug naar het restaurant. Want oh my god. Zeg maar waar we ontbeten hebben vanochtend. Girls, dit was zo lekker. Ik zou het gewoon iedereen gunnen om dit een keer mee te maken. Want het was echt insane. En wij willen echt heel graag een keertje ook terug voor het avondeten. Dus we hebben helemaal afgesproken dat we dan dat we daar nog een keer met z'n allen dan heen gaan. En dat we dan een soort girls trip. En dat we dan gewoon een weekendje naar Den Haag gaan. En dan gaan we gewoon twee nachtjes daar slapen. En dan gaan we een dagje naar Scheveningen. En dan gaan we een dagje bij Lush eten. Want het was zo lekker, oh my god. En dan gewoon allemaal leuke dingen doen. Lekker slapen in Den Haag. Shoppen in Den Haag. Oh my god, we hebben er gewoon helemaal al zin in. Dat hebben we helemaal gepland. Maar ja, in ieder geval, oh my god, dan moeten we gewoon echt terug. Want het eten daar was zo lekker. En de vibe was zo leuk. En de muziek die erop stond was zo chill. Alles was gewoon perfect. Echt alles. Het was gewoon, ik kan niet eens omschrijven. Like, het was gewoon echt, oh, als je in de buurt woont, ik ben letterlijk jaloers. Want dan moet je er echt, echt heen. Wij waren zo obsessed. Like, de vibe was zo leuk. Het personeel was zo lief. Oh my god, ik had het niet eens verteld. Maar wij gingen dus naar buiten. En kijk, omdat het natuurlijk gratis was voor ons, voelde ik me gewoon, ja, een beetje bezwaard of zo. Want ik dacht echt van, ja, we geven ons gewoon gratis eten. En ze gingen ook mijn reiskosten vergoeden. En ik dacht van, it's a lot, weet je wel. Zo van, ik heb ook niet veel volgers of zo. En je weet ook van tevoren niet of een TikTok goed gaat. Of dat hij bijna geen views krijgt. Like, je weet niks. En hun geven dat gewoon allemaal gratis aan ons. Like, snap je wat ik bedoel? Het is gewoon so much. En ik ben zo intens dankbaar. Maar ik had zoiets van, ik wil gewoon nog zo graag eventjes voordat we gaan doei zeggen. En echt nog een keer bedanken. En gewoon vertellen dat we absoluut terug gaan komen. Omdat het zo 10 out of 10 was. Like, want alles was gewoon perfect. Het personeel, het eten, de vibes, het uitzicht. Oh, daar ben ik nog niet eens over begonnen. Maar ik wil dat uitzicht. Like, gewoon, alles was gewoon zo chill. Wat dat uitzicht in combinatie met die muziek, het was zo zen. Al de vibe, nee echt, ik ben gewoon obsessed. Want ik kan het gewoon niet omschrijven, maar de vibe die ik daar voelde, ze waren aan. En dan ook dat het eten zo intens lekker was. Oh my god. Want dat is natuurlijk voor mij ook best wel spannend, toch? Like, straks ben ik daar, vind ik het eten niet te vreten, moet ik een TikTok maken alsof het allemaal super leuk is. Want ja, hun geven jou gratis dingen. Maar ik ga ook niet zeggen van, oh my god, jongens, het eten hier was zo lekker. En dan was het niet te vreten. Want ik ga ook niet mensen aanraden om daar hun geld aan uit te geven. En daar helemaal heen te gaan terwijl het niet lekker is, weet je wel. Dus voor mij is het ook een risico. Want het kan natuurlijk ook dat het eten gewoon niet lekker is, weet je wel. Like, ik wist dat niet. Ik was er ook nog nooit geweest. Dus, wat was mijn punt van dit verhaal? Ik was helemaal iets aan het vertellen. In ieder geval, ik wilde gewoon nog eventjes daarheen lopen om dankjewel te zeggen. En vooral naar die man die ons dan het meest had geholpen. Maar ook naar die andere mensen en zo. En
toen zei hij van, oh, zijn jullie lopend? Want we hadden het dus over van, hij zei van, ja, wonen jullie een beetje in de buurt? Ik zei, nee, we moeten echt bijna 2 uur reizen om hier te komen. En dan moeten we ook nog terug. Maar het was echt waard, want het was zo lekker. Het was zo leuk, het was zo, weet je wel. En toen zei hij van, oh, meen je, bla bla. En toen zei hij van, oh, ik kan jullie eventjes naar de... zijn jullie hierheen komen lopen? En zij zeiden van, ja, eerst met de tram en dan daarna het laatste stukje lopen. En zei die van, oh, meen je niet? Ik breng jullie wel. Hun hebben letterlijk gewoon een golfkarretje. Dat is echt een grap. Ik had het echt moeten filmen. Maar ik heb het wel voor mijn TikTok gefilmd, dus ik zal het wel eventjes daar een beetje filmen. Hun hebben letterlijk gewoon een golfkarretje. En die brengt je gewoon van het restaurant naar het einde van het park. Omdat girls... Oh, als ik zeg dat dit restaurant op de meest perfecte locatie ooit is, dan meen ik dat. Het zit gewoon soort van midden in een park. Het is zo mooi. Overal waar je kijkt is gewoon prachtig uitzicht. En ik zeg dit omdat ik het meen. Want ik hoef er alleen een TikTok filmpje over te maken. Ik hoef helemaal niks erover te delen op YouTube. Maar ik zeg dit gewoon omdat ik mijn dag wil delen met jullie. En dit gewoon echt een hoogtepunt was van mijn dag. Van letterlijk mijn week. Het was zo leuk. Maar het zit dus echt... Oh, die locatie was zo mooi. Het zit dus midden in een park. Daarom was dus ook het uitzicht zo mooi. Wherever je zat in het restaurant. Je had gewoon prachtig uitzicht op dat water. En op die bomen. En op die eenden. En op die mensen. Nou, het was gewoon echt amazing. Maar in ieder geval. Het was dus een stukje in het park lopen. Het was vanaf de tram was het ongeveer 7-8 minuten lopen. Dus dat park was waarschijnlijk iets van, als je het park binnenkomt, 5 minuten lopen naar het restaurant of zo. En dan brengen ze je letterlijk gewoon met dat golfkarretje. Je kan hun letterlijk gewoon bellen. Van hoi, ik ben er nu, willen jullie me ophalen? En dan komen ze je letterlijk ophalen aan het begin van het park. En dan rijden ze hier naar dat restaurant. En dit is zo grappig. Want ik zei van, oh my god, maar het is juist zo mooi om hier te lopen. Zei die van, ja, maar onze gasten zijn meestal een beetje lui, dus dan brengen we ze altijd. Oh my god, ik vond het zo grappig. Maar hun hadden ons dus vanaf het restaurant naar het park, naar het einde van het park gebracht met dat, met dat golfkarretje. Maar dat was ook echt trouwens nog zo ongemakkelijk, want Jasmijn en ik hadden daarvoor afgesproken van, oh my god, zo leuk, gaan we zondag nog een beetje door dat park lopen, een beetje foto's maken, gewoon een beetje vijpen, weet je wel, gewoon even leuk, gewoon bekijken, omdat het echt, het was zo mooi. En toen zeiden wij van, oh nee, we lopen wel, weet je wel, geen probleem, we kunnen ook gewoon lopen. En hij zei van, nee, ik breng jullie echt, oh my god, jullie willen niet weten hoe aardig die mensen zijn. Dus daarom wilden we ook gewoon geen nee zeggen, weet je wel. Maar hij had ons dus weggebracht en hij reed weer weg. En toen zeiden wij van, oké, wacht heel even. Dus we hadden heel even gewoon gedaan alsof we gingen weglopen. Toen zijn we omgedraaid om nog in dat park te lopen. Omdat we er zo graag gewoon nog een rondje wilden lopen, omdat het zo mooi was. En toen waren we nog langs een speeltuin gekomen. En dat was heel parcours. We hebben dat hele parcours nog gedaan. Oh my god, zijn we ook echt lang mee bezig geweest. Maar het was zo leuk. Ik heb gewoon echt weer zo'n leuke dag gehad. Het was echt leuk. En het was echt jammer dat we die reservering zo laat hadden. Want we hadden gereserveerd om 1 uur. Want dan konden we om 11 uur hier de trein pakken. En ja, dat dachten wij gewoon is een goede tijd. Maar eigenlijk hadden we wel iets eerder moeten doen. Zodat we nog wat langer hadden in Den Haag. Want Den Haag is gewoon een leuke stad. En nu hebben we letterlijk alleen de Primark en de Hema gezien. 2 keer, omdat Jasmijn dus de pasje kwijt was. Maar oh my god, ik ben zo blij dat we die gevonden hadden. Want anders had dat echt onze dag verpest. En nu hadden we gewoon echt de perfecte dag. Het was oprecht gewoon echt zo leuk. Maar in ieder geval, ik lig echt ratel in mijn bed hier. Ik moet nu echt stoppen met praten, want ik moet gewoon echt gaan slapen. Want ik moet morgen 7:15 op. Maar in ieder geval heb ik echt een fucking leuke dag gehad. Oh my god, ik hoop dat ik een beetje veel heb gefilmd. Ik ben bang van niet. Maar ja, ik ben in ieder geval nu al 10 minuten aan het praten. Dus deze vlog duurt sowieso 10 minuten. Maar in ieder geval hoop ik dat jullie het een hele leuke vlog vonden. En ja, oh my god, ik had in ieder geval echt een hele leuke dag. Het was zo gezellig. Utrecht was ook echt mega leuk. En ja, dat was mijn dag. Ik zie jullie hopelijk in de volgende video weer. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze. Bye!